Korte baan 2018, de finale van de dames, 4x100 meter vrije slag. Met de baan 8, de ploeg van Aquarijn Nieuwegein. Op baan 1, de ploeg van De Dinkel, Denenkamp. Op baan 7, WPZ Zoetermeer. Op baan 2, de stadgemeenschap De Heek Swimming. Op baan 6, de Hornets Tijdens Zwemmerclub. Aan Denemarken, op 3, PSV Eindhoven. Op 5, VZC Veenendaal. Op 4, de Dolfijn Amsterdam. Dit is de finale. Dames, 4x100 meter vrije slag. Sam van Nuenen, Tamara Grove, Femke Spiering, Johanna Hinkenbjerg, Shefania Nunes en Linda Kamperman. De dames liggen heel dicht bij elkaar op naar de eerste keerpunt. Ligt de voorsprong daar voor PSV in baan nummer 3. Dus PSV aan de leiding, de Huffenstedt Zwemmenclub 2, de Dolfijn 3. De tweede helft van deze eerste 100 meter gaan zwemmen. Dan zijn de verschillen heel klein bij 5 dames die daar naast elkaar liggen en hierop naar de muur gaan. Voor VZC daar ligt de voorsprong voor Femke Spiering in baan nummer 5. En zij gaat hier als eerste aantikken. Luxe in 56-66. Tweede tijd voor PSV. Heuvenstellens derde tijd. En zo gaan we de tweede 100 meter zwemmen met Londen Dijkhuis, Ingeborg de Jonge, Ludoe Vos, Inge Zandringa, Saskia de Jonge, Anna Wermoet, Sophie de Jonge en Eva Werkman. De 8 dames die nu te water liggen voor die tweede 100 meter. De verschillen steeds groter en kleiner. Nu weer de leiding in handen van PSV. Baan nummer 3, de Dolfijn 2, VZC 3. Dan haken daar hun bestellen en de Heek Swimming aan als nummer 4 en 5. Op de voorsprong nu gemaakt voor de Dolfijn. Gingen Zandring aan baan nummer 4. Zijn armlengte voorsprong op 4 punt komt daar voor PSV Lulu Vosje dichtbij. Dan maken de dames uit Amsterdam en Eindhoven wat een verschil. Halverwege deze race de Dolfijn aan de leiding in 1-52-55. PSV 2, Heuvenstellens 3. En dan gaan er 8 nieuwe dames te water. Laura Rolink, Losse Hofter, Amy de Jonge, Amy de Lange, Keling Stel, Silke Holtenboy, Maria Kram, Rosie Metz en Richelle Koop. En dan pakken PSV en de Dolfijnen samen toch wat voorsprong op de andere dames. De PSV nu naar armlengte voorsprong aan de leiding. Amy de Lange voor op Keling Stel. Dan gaat die de laatste 100 meter alles bepalend zijn. Heel voorzichtig schiet Amy de Lange daar wat voorsprong. Daar maakt weer echt het verschil in de lange op Kelin Stel. Nu een ruime lengte voorsprong bij de 2 lengtes voorsprong voor PSV. Zij gaan ruim aan de leiding. De laatste keerpunt 2.47.62 voor PSV. Tweede plaats voor de Dolfijn. VZC ondertussen in derde positie. En dan gaan Janneke Lendering, Femke Oppenbrouwer, Nelly Veldhuis, Tessa Vermeulen, Marjolein Delman, Luna Donnenfeldberg, Leonie van Wolf en Jonna Pieling te water voor de laatste 100 meter.
Dan worden de verschillen tussen Dolfijn en VZC langzaam kleiner. Want we zijn nog 50 meter te gaan. PSV ruim aan de leiding ondertussen. En die afstand wordt niet kleiner. Dus op naar die laatste meters. Het laatste keerpunt gaat daar plaatsvinden voor deze dames. En dan op naar de muur, naar de finish. PSV aan de leiding. Dolfijn 2, VZC 3. En dan zijn die afstanden ruim te noemen als we nog 25 meter te gaan hebben. Worden de verschillen nog wel iets kleiner. Maar dan is dit de positie waar we aantikken. PSV aan de leiding. Ze komen aan een 3:41.66. De Dolfijn 2, de VZC 3. Aquarijn gaat hier finishen na 4x100 meter. Dan wachten we op de officiële uitslag. En die verschijnt hier in beeld. Dames en heren, ook hier de nieuwe kampioenen PSV!